Dus perfect voor vandaag. Zo, we zijn in Rotterdam aangekomen. Het was heel gezellig. En ik ben onderweg naar huis. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik ga even douchen en we blijven overdag even thuis, want Marco en ik gaan vanavond weg. We gaan vanavond naar Tish Wajay, daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga nu zoveel mogelijk doen nog aan het opruimen naar de verbouwing, die is een gedeelte klaar. Ik kan wel denken, het is lekker weer, maar ja, het is elke dag nu lekker weer. Dus dan zou ik er nooit komen. Dus we gaan morgen gewoon genieten van het weer. En vandaag gewoon even alles doen wat nodig is. En nu even snel lekker douchen. Ik heb er lekker nog niet opgemaakt. Dat ga ik vanavond pas doen. En ik heb dit lekkere jurkje aan van Bas Kosters. Want dit zit zo lekker wijd en alles. Dus perfect voor vandaag. Ah, zo lief. Sarah heeft eten voor mij gemaakt. En die had ik echt trek in. Wel gezellig, ik mag me gaan klaarmaken en Sarah mag zich ook gaan klaarmaken. Alleen ik ga me klaarmaken om de deur te gaan en Sarah gaat zich klaarmaken om naar de bedje te gaan. Kijk, mama nu ook. Ja, ga je vast naar de badkamer? Ik ben zo ook in de badkamer, ik doe even douchen. Mama. Even uitkleden. Ik heb me aangekleed en opgemaakt, ik wilde mijn haar los, maar het is nog zo warm buiten. Ik denk voor nu even een staartje. Ik heb deze jurk weer aan van Warehouse en ik moet nog even schoenen aan. Maar ik zit even te twijfelen. Eigenlijk wil ik mooie pumps aan. Maar dat is zo warm. Dus wat ga ik aandoen? Twijfel ik. Ik heb een rode tas. Nee, ik ga toch mijn sandalen. Die staan beneden. Ik doe die edited sandalen erbij. Dat vind ik het lekkerst met het weer. Zo, we zijn in Rotterdam aangekomen. En ik ben met Kitty. En we hebben er zin in. Oeh, lekker eten. En lachen. En lachen, ja. En lachen. Dat kunnen wij wel goed. Ja. Het was heel gezellig en ik ben onderweg naar huis. Laatste stukje. Ik ben best wel moe, het is ook best wel laat al. Al lag ik gisteren eigenlijk nog een heel stuk later in bed. Maar goed, het is toch anders als je deur uitgaat. Op de een of andere manier. En ik ben nog niet thuis. Oh, ik denk ik ga vloggen. Want als je gezellig zit te kletsen in de auto, daar heb ik er nooit zo last van. Dan blijf ik altijd wel heel goed wakker. Maar als je dan ook eens een klein stukje in je eentje gaat rijden, dan kan ik me altijd met rijden heel erg moe gaan voelen. Dus ik denk, ik ga gezellig tegen jullie kletsen. En dan blijf ik even helemaal wakker. Zo, thuis. Ik heb nog even thee gezet, want ook al is het laat, ik kan dat niet om gelijk mijn bed in te gaan op de een of andere manier. Dan, ik moet altijd even acclimatiseren of zo. Even wennen aan het idee dat ik weer thuis ben en dat ik zo mijn bed in ga. Ik heb dat echt altijd. Dus ik drink even een theetje en ik hang gewoon even een kwartiertje voor de twee of zo, voordat ik naar boven ga. Oké, nu heb ik het helemaal laat gemaakt. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Vind ik helemaal leuk als je dat doet. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien.